zijn momenteel onderweg naar Weesp, naar vrienden van ons. En dan gaan we gezellig naar het Sluis en Bruggenfeest. Alleen, we hebben een probleem. En het probleem is dat de deursluiter kapot is. Ja, die heb ik van de week gesloopt. Die heeft André van de week gesloopt. Ik had hem in één keer in mijn handen. Toen dacht ik, hey, dit klopt niet helemaal. Maar goed, woensdag dan ga ik voor mijn APK. En dan wordt die weer netjes gemaakt. Net zoals mijn uitlaat. Want ik ben het onderdeel van mijn uitlaat. Ben ik verloren onderweg op de snelweg. En ja, dat is natuurlijk niet meer terug te vinden. Ik ga jullie nu het mooie gat in de deur laten zien. Daar is het gat van de deur. Daar hoort de mooie deursluiter in. Dus woensdag wordt dat gemaakt bij de garage. Maar we staan nu even te wachten op het bij het stoplicht. Kijk maar. En nu mogen we weer rijden. En straks als we in Weesp aankomen, gaan we het gezellige feest gaan we ook filmen. Dus wij nemen jullie vandaag mee. Tot later! Zo mensen, we zijn onderweg naar Weesp, naar het centrum. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal te zien is.
Wat deze? Jullie!
overgave naar die mezelf. Ik zal je eerlijk zeggen, toen ik 16 jaar was, 17 jaar oud was, lukte dat niet vaak. Bijna nooit zelfs. Maar een man mag dromen en wezen met die mezelf liggen niet heel ver uit elkaar. Dus ik wil jullie vragen om het volkslied van mijn oude buurt mee te zingen. Het is niet moeilijk. Mee naar Diepe Zuid, mee naar Diepe Zuid, want je ziet er lekker uit. Als je dit niet meer kunt meezingen, dan heb je in ieder geval genoeg gedronken. Dus wat dat betreft is het een win-win situatie voor iedereen. Ik wil vragen, mensen op de Oeverwest, gaan jullie allemaal lekker daar? Oh! Jullie hebben gewoon lekker je eigen stoeltjes meegenomen, eigen doelbossen erbij. Jullie hebben het goed voor elkaar. Soms sta je gewoon in je eigen huis, als je thuis bent, sla je ze van! Dit is mee naar Diepe Zuid. Stap u maar in en rijd u maar met. Zo mensen, dat was weer een avontuurtje met het Sluis en Bruggefeest. We hopen dat jullie hebben genoten. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog gaan we weer. Mocht je het leuk vinden, zet hieronder eventjes een blauw duimpje. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei!